Maar je zou wel kunnen zeggen over een aantal decennia heen dat de regio's waar de anarchistische beweging sterk was, dat die langzaam meer en meer in communistisch vaarwater terechtkwamen. Maar ik moet zeggen dat dat libertair-socialistische sentiment is er altijd wel, wel gebleven. Het is zondag 27 oktober en dit is Linkse Hobby's, podcast van Authentiek Links. Jullie zullen vast gemerkt hebben dat er een kleine pauze is geweest. Niet omdat er niets te melden is, maar tijd, of vooral het gebrek eraan, is een beetje het punt de afgelopen paar weken geweest. Hopelijk zal het vanaf november wat meer structureel gaan wijzigen in het positieve. Ik heb namelijk een nieuwe baan, waarbij ik elk weekend sowieso de tijd heb om te werken aan de podcast. Wil jij dat we meer tijd hebben voor deze en andere podcasts bij linkse.media? Kijk dan even op linkse.media/doneren en kijk wat je aan het doel kunt bijdragen. Deze week hebben we een interview met Dr. Ron Blom. Hij is verwerver van particuliere archieven en collecties bij het Stadsarchief Amsterdam en onderzoeker van de sociale geschiedenis. Hij heeft onlangs zijn laatste boek uitgebracht over de historische erfgenamen van Domela Nieuwenhuis. Tijd dus voor een interview. Ron, het heeft even geduurd voordat ik hier was. Nou ja, goed, de details bespaar ik de luisteraars maar. Goed, we zijn er. Alle moeite voor ondernomen om hier op tijd te zijn. Nou, op tijd, dat is een relatief begrip. Ja, dat is zeker waar. Maar Ron, wie ben je voor de luisteraars die jou niet kennen? Ik ben Ron Blom en ik ben woonachtig in Amsterdam en ik ben al heel lang actief in de linkse beweging. En ik vind het ook heel erg interessant om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de socialistische beweging in de meest brede zin. En dan liefst ook in Nederland, omdat ik ook denk dat als je de eigen specifieke kenmerken bestudeert van het Nederlands socialisme in de meest brede zin nogmaals, dat je daar ook al je, dat dat ook van heel erg zinvol kan zijn voor het hier en nu. En dus in dit geval gaat het bijvoorbeeld over een boek, mijn laatste boek over In het spoor van Domela Nieuwenhuis. En dat gaat dan over de vroeg-communistische en radicaal-socialistische beweging in Friesland. En het heet begin met In het spoor van Domela Nieuwenhuis, omdat dit jaar 100 jaar geleden is dat Domela Nieuwenhuis overleed. En Domela Nieuwenhuis is, dat kun je met gemak stellen, de aartsvader van het Nederlands socialisme. En die heeft natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen doorgemaakt, maar die heeft zeker in de Friese situatie, hij was geen Fries trouwens, maar hij heeft daar wel heel veel, hij heeft daar in Harlingen is die dominee geweest. En hij heeft ook heel veel daar opgetreden, zou ik maar zeggen. En hij was ook vanuit een district daar gekozen in de Tweede Kamer. En die invloed van hem, is zelfs tot op de dag van vandaag wel enigszins nog te bespeuren in Friesland. En zeker in die periode waar ik het over heb, dus de periode tussen de twee wereldoorlogen. Voordat we daar verder op ingaan, even nog misschien als een stukje verdieping over jezelf. Niemand is neutraal. Kun jij je politiek zelf wat positioneren? Waar sta je zelf? Ik zou mezelf het liefst een revolutionair socialist noemen. Marxist. Maar ik begrijp bij al dit soort termen dat het natuurlijk altijd weer omgaat. Er zijn meerdere mensen die zich met deze term kunnen tooien. En het gaat natuurlijk altijd om van onder welke omstandigheden, concreet. Wat betekent dat eigenlijk? En ik denk dat wat dat betreft, de realiteit zal dat wel moeten aantonen wat dat precies betekent. Maar ik beschouw mezelf als socialist en ik denk dat het ook belangrijk is om, als je een radicale breuk met de bestaande maatschappij wilt forceren, dan is een revolutie noodzakelijk. Ik denk dat in het huidige tijdvak het ook noodzakelijk is om de chaos van het wereldkapitalisme en ook het kapitalisme in deel met al zijn ecologische gevolgen, ook in de aankomende economische crisis. Het ziet er gewoon niet best uit voor de mensheid. Dus ik denk dat het
voor meer mensen dan die zichzelf zullen realiseren, noodzakelijk is dat er iets, een ander soort maatschappij zal komen. Goed, want daar gingen Dominee Nieuwenhuis in zijn periode en daarna dus, waar je boek over gaat, die gingen daar ook volop in. Hè? Een ander soort maatschappij, het socialisme. Even dan een uitstapje naar de periode van Dominee zelf. Want wat voor soort tijd bouwde hij links op? Hoe stond links er toen voor? Wat bouwde hij op? Waar stond hij voor? Nou, Dominee Nieuwenhuis is natuurlijk wel hij was een sociaaldemocraat, maar een sociaaldemocraat in die tijd. En natuurlijk ook niet zo geboren. Hij was begonnen als dominee en radicaliseerde in die periode dat hij dominee was in zijn begintijd. Dus hij rebelleerde eigenlijk in eerste instantie ook tegen de kerk. En hij maakt zich ook heel erg druk om oorlog en militarisme. Vooral de Frans-Duitse oorlog was voor hem een belangrijk referentiepunt om te zeggen dat hij daar zich tegen wilde verzetten. En in die in Friesland, waar hij dus preekte, was iemand in zijn gemeente, was ook actief lid van de Eerste Internationale. Dus dat was een manier waarop hij ook meer en meer met de socialistische beweging in contact kwam. En hij zag ook door de levensomstandigheden van arbeiders en kleine boeren in Friesland in dit geval. En wilde zich daar sterk voor maken om die positie te verbeteren. En je moet je voorstellen dat in die periode kiesrechtstrijd was een belangrijk strijdterrein. Maar heel veel mensen hadden natuurlijk nog helemaal geen kiesrecht. En toch lukte het hem om in dat Friese district uiteindelijk een meerderheid te veroveren, opdat hij afgevaardigd werd naar de Tweede Kamer. Want in die periode was er nog geen proportionele representatie. Dus het kiesstelsel zoals we nu kennen, toen op een district. Het was een census kiesrecht. Dus je moest een bepaald bezit hebben, een bepaalde hoeveelheid belasting betalen om te kunnen stemmen. En in eerste instantie werd Dominee dus eigenlijk ook gekozen door vooral ook kleine middenstanders. Dat klinkt een beetje raar. Maar kleine middenstanders die dus wel dat recht hadden om te stemmen, maar tegelijkertijd eigenlijk die kun je niet beschouwen als kapitalisten of als ondernemers zoals die nu zien. En die zagen dus wel dat hij met zijn programma, en trouwens hij werkte samen met andere progressieve krachten in Friesland, eigenlijk in de vorm van wat heette de Volkspartij. Was eigenlijk een soort, samen dus met linksliberalen, radicalen en socialisten, werkten ze samen om de levenssituatie van de verworpenen van Friesland, om die te verbeteren. En het interessante is ook dat hij stond er moest een tweede ronde plaatsvinden waarbij hij tegenover een liberaal stond. En mede door steun van de kleine luiden van de ARP werd hij gekozen. Want ze hadden natuurlijk liever hem dan een liberaal. Het is moeilijk voorstellen in het huidige tijdvak, maar dat was in die tijd was een belangrijk motief voor die kleine luiden om toch op hem, liever hem te hebben dan liberaal. Dus gekozen met steun van de anti-revolutionaire partij. Dat is een interessante overwinning. even kijken, want dat was dus. Je beschrijft nu de periode van de sociaaldemocraat Dominee Nieuwenhuis. Maar later brak hij ook met die partij en ontwikkelde hij zich tot anarchist. Ja. Nu, dat is wel even een klein sprongetje vooruit misschien, maar. Waarom had dat zo'n aantrekkingskracht op hem? Was dat bijvoorbeeld een bredere ontwikkeling in die tijd? Of stond hij ergens voor? Het anarchisme heb ik het over. Ja, precies. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Eén is dat hij behoorlijk teleurgesteld raakte over de tijd dat hij in de Kamer zat. Hij was de enige socialist een tijd lang. Dus dat was natuurlijk ook ingewikkeld. En ook vooral om iets voor elkaar te krijgen. En er ontstond natuurlijk ook allerlei conflicten. Want in die socialistische beweging kreeg je op een gegeven moment ook tweestrijd over wel of niet deelnemen aan verkiezingen überhaupt.
En soms was er ook verschil van mening over misschien wel op lokaal vlak meedoen, maar niet op landelijk niveau. De hele kwestie van organisatievorming, van hoe belangrijk is het om jezelf te organiseren in een min of meer stabiele organisatie. En nou ja, dat leidde er allemaal toe dat Domen en Nieuwhuizen inderdaad steeds meer op het, ja, in het anarchistische spoor terecht kwam. En de SDAP van Troelstra in staat was om langzamerhand dat vacuüm te vullen. Want waar Domela natuurlijk die parlementaire strijd liet voor wat hij was, was een andere stroming in het socialisme die dat wel weer oppakte. Dat ging trouwens vrij moeizaam, want in Friesland hadden ze nog heel lang te maken met dat met die dominante invloed van Domen Nieuwhuis en zijn... En zijn gedachtegoed. Dus dat was voor de SDAP, die later wel in Friesland sterk werd, duurde het heel lang voordat ze dat daar tegenop kon boksen. Voordat ze als verlosser dus te pakken hadden. Maar was dat echt een individuele ontwikkeling van Nieuwenhuis? Of was dat echt een wat bredere ontwikkeling? Was dat een maatschappelijke tendens bijvoorbeeld, dat anarchisme opeens populairder werd in de periode dat Nieuwenhuis radicaliseerde, zogezegd? Aanvankelijk was het natuurlijk zo dat de mensen die de SDAP oprichtten, dat was een minderheid in de Sociaal-Democratische Bond, waar ze eerst met z'n allen in zaten. Dat was eigenlijk de eerste socialistische organisatie. Wat was je vraag nu ook weer precies? Dus was het dus een bredere maatschappelijke ontwikkeling, dat anarchisme als zodanig? Of was het eigenlijk voornamelijk een ontwikkeling omdat Van Nieuwenhuis dus zo gedesillusioneerd raakte in het parlementaire systeem als zodanig? Dat hij teleurgesteld was geraakt in de parlementaire werk in de Kamer is één ding. En het tweede was dat men in het algemeen natuurlijk in de socialistische beweging lange tijd heel erg argwanend was ten aanzien van parlementair werk. Omdat men kon daar heel weinig gebruik van maken, omdat men die rechten niet had. En daarnaast, als het ging om sociale strijd, was heel duidelijk dat men heel erg scherpe positie innam ten opzichte van de staat en ten opzichte van de kapitalisten en van het kapitalisme. Pas veel later wordt Domen Nieuwhuis echt een overtuigde anarchist. En dat is ook een periode waarin een deel van zijn achterban eigenlijk ook niet met hem meegaat, omdat die het idee hebben van ja, maar dat is niet waar het ons om gaat. Een deel daarvan gaat trouwens... een deel daarvan gaat weer naar de SDAP toe. En een ander deel, dat is eigenlijk heel interessant als het gaat om de communistische partijen, een ander deel, sociaal-anarchisten, die besluiten op een gegeven moment in de jaren 20 zich aan te sluiten bij de communistische partij, zoals dat eigenlijk ook in meer landen gebeurt, omdat die uitstraling van de Russische revolutie en ook waarmee aangetoond werd dat dat een revolutionaire weg mogelijk was en dat dat ook niet per se gelijk hoefde te staan aan parlementarisme, dat ook een heel duidelijke antimilitaristische opstelling met zich meebracht. Dat was allemaal enorm inspirerend en dat leidde er ook toe dat veel van die mensen die aanvankelijk niet zoveel van sociaal-democratie wilden hebben, want zo heette de communisten oorspronkelijk ook nog, maar dat die toch die overstap maakten naar de communistische beweging. Maar goed, dat is dan een halfwege de jaren 20. Want je boek gaat dus over de erfgenamen van Nieuwenhuis, so to speak. Wat kun je daarover kwijt? Niet te veel spoilen natuurlijk, maar... Nou, wat interessant is, is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog is een periode waarin vooral in Friesland blijkt dat er heel grote aanhang is voor het dienstweigeren. En dat de oppositie in de SDAP tegen de godsvredepolitiek, dus tegen het steun van de mobilisatie
En Nederland doet niet actief mee aan de Eerste Wereldoorlog, maar steunt wel. Er is wel sprake van een massale mobilisatie, 4 jaar lang. En de SDP steunt dat. Maar er ontstaat ook oppositie tegen. En in Friesland is die uitermate sterk. Verhoudingsgewijs is de SDP in Friesland sterk. Maar die oppositie in de SDP is ook sterk in Friesland. En dat leidt er dus toe dat, en vooral iemand als Henriette Roland-Holst speelt daar een belangrijke rol in. Zij creëert een nieuwe organisatie die halverwege de Eerste Wereldoorlog ook fuseert met de Communistische Partij. En die heet dan nog anders, Sociaal-Democratische Partij. Om daarmee de kiem te leggen voor een communistische partij die daadwerkelijk geworteld is in de omgeving. Dus dat antimilitarisme, waar Domen Nieuwhuis ook een belangrijke rol in speelde. Dat was sterk in Friesland. Dat had ook iets te maken met geweld wat men ondervond bij stakingen. Geweld van marchessees, van leger, politie, et cetera. Dat waren allemaal motieven om zich langzamerhand dus aan te sluiten bij die nieuwe opkomende communistische beweging. En in allerlei opzichten zie je ook dat dus bij die begintijd van de communistische partij er allerlei mensen bij zitten als dienstweigeraars, als mensen die lid waren van de internationale antimilitaristische vereniging. Dat was geen pacifistische organisatie, maar een echt duidelijke antimilitaristische organisatie. Ook heel veel mensen die in de blauwe beweging zaten, dus de geheelonthoudersbeweging, die ageerden tegen het gebruiken van alcohol. Niet zozeer, ook wel vanuit morele overweging, maar ook omdat alcohol was natuurlijk ook een manier om arbeiders, die kregen hun geld uitgekeerd in het café van de baas en daar konden ze het ook meteen weer besteden. En het zal duidelijk zijn dat er niet zo gek veel van in het huisgezin terecht kwam. Dus er waren allemaal, laten we zeggen, bewegingen, milieus waarbinnen dat radicale, dat revolutionaire zich uiteindelijk ook omvormt tot afdelingen van de Communistische Partij in Friesland. Dus inderdaad, ondanks dat Van Nieuwhuis inderdaad zelf vooral zij de anarchistische pad zogezegd opging. Is zijn erfenis vooral de sterke SDAP en een sterke CPN geweest. En misschien indirect ook nog een sterkere NVV, dat is de voorloper van de FNV. Waren er geen anarchistisch geïnspireerde organisaties rondom Nieuwhuis zelf na zijn dood? Ja, dat sentiment is altijd gebleven. En het zal ook duidelijk zijn dat die internationale antimilitaristische vereniging, die heette internationaal, maar was vooral eigenlijk in Nederland georganiseerd, die was wel sterk anarchistisch georiënteerd, maar niet uitsluitend anarchistisch. En die hadden eigenlijk ook op een gegeven moment kritiek op het, wat ze noemden, het militarisme, het rode militarisme van de Russische Rode Leger in de burgeroorlog. En dat leidde dus ook tot wrijvingen tussen, dus het klinkt een beetje ingewikkeld, maar een deel van het sentiment vloeide dus over in de aanhang voor de communistische partijen, maar tegelijkertijd leidde het ook tot wrijving. En die anarchistische onderstroom is natuurlijk altijd wel gebleven. Maar je zou wel kunnen zeggen over een aantal decennia heen dat de regio's waar de anarchistische beweging sterk was, dat die langzaam meer en meer in communistisch vaarwater terechtkwamen. Maar ik moet zeggen dat libertair-socialistische sentiment is er altijd wel gebleven. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in een belangrijk conflict in de communistische partij van Nederland in de jaren 20 is het ook zo dat die Friese sentiment van toch anders en dat dat ook een rol speelt in hoe ze zich opstellen in dat conflict. Dus niet loyaal aan dat deel van de partij wat officieel de sectie van de Comintern is, maar juist aan die andere. Daar probeer ik ook in het boek wat interessante dingen over aan te halen van hoe men daar ook naar keek. Echt met het idee van ze kunnen ons alles vertellen, maar hier doen we het zo. Nou ja, dat is wel een beetje dat eigene van die Friese provincie wat ik probeer te duiden.
En het zal ook duidelijk zijn trouwens dat, en dat is uitermate interessant, dat in Friesland de socialistische beweging juist opkomt op het platteland en niet in de steden. En dat is natuurlijk heel interessant, want eigenlijk meestal is het andersom. Dat in de steden komen de belangrijke socialistische bonden op, socialistische politieke partijen. Maar hier is eigenlijk een heel, heel ander soort traject wat doorlopen wordt. Omsingel Leeuwarden. voor meerdere partijen, stromingen, ik denk even aan Henk Sneevliet ook, was de Tweede Wereldoorlog toch een vrij absolute breuk. Dus was het ook voor het libertair socialisme het geval? Want ik kan me zo na de oorlog niet direct een voortlevende traditie in die zin heugen. Dus hoe zit dat? Zijn ze uitgemoord? Ik bedoel, ja. Nou, het is zeker zo dat zij ook een deel van die anarchistische beweging heeft zich ook bezighouden met het verzet, met het bieden van onderduikadressen, met het helpen vervalsen van papieren en dergelijke. Maar het gebruiken van geweld lag voor heel veel van die mensen uit die stroming, zal ik maar zeggen, lag niet zo voor de hand. En eigenlijk is er ook wel een interessant ander voorbeeld, eigenlijk een jaar of vijf daarvoor. De Spaanse burgeroorlog is eigenlijk een situatie waarin je ook ziet dat de anarchistische beweging over het algemeen, op uitzonderingen na, besluit om niet het geweld van links te steunen tegen rechts. Ik bedoel, zij willen natuurlijk wel, zijn natuurlijk tegen rechts, maar in die concrete omstandigheid komt erop aan, ben je bereid om geweld te gebruiken om links te verdedigen tegen rechts of niet. En sommigen kozen ervoor om daar niet in te kiezen. Maar niet kiezen in die situatie betekent ook kiezen. Want het betekent namelijk het onthouden van je, laten we zeggen, praktische solidariteit aan links in Spanje op dat moment. Het is trouwens wel zo dat een aantal van die mensen uit de anarchistische bewegingstroming, dat die zich wel degelijk ook dus samen met anderen gewerkt hebben in het verzet. Dus dat is. Maar nogmaals, het was een stuk kleiner dan dat het ooit geweest was. Je noemde dat net trouwens geen pacifisme, maar antimilitarisme. Wat is dan hier het verschil? Nou ja, het verschil is natuurlijk dat je bij pacifisme zeg je dat je geen geweld wilt gebruiken. Maar bij antimilitarisme is dat je heel duidelijk agiteert tegen het geweld van de staat. En dat je ook dat je niet per se daarmee zegt dat je niet bereid bent om geweld te gebruiken tegen het geweld van anderen. Dus, en dat die IAMV, die Internationaal Antimilitarische Vereniging, was ook een duidelijk, wel een links- en een soort klassenorganisatie. Dus, en bij pacifisme denken toch heel vaak aan geweldloosheid vanuit het idee van als ik me geweldloos opstel, dan zal dat wellicht ook een effect hebben op de tegenstander. En dat was niet hun opvatting. Dus wat je met pacifistische beweging vaak ziet, is dat er een duidelijke christelijke ondertoon is. En dat was dus hier niet het geval. Het was eigenlijk wel een klassebewuste organisatie. Dus zeker een klassebewuste organisatie. En niks is altijd zo zwart-wit, want in Friesland had je bijvoorbeeld ook heel veel dominees die een belangrijke rol speelden in de linkse beweging. Waarvan een deel ook dicht tegen het communisme aanzaten of zelfs zich aansloten bij de communistische partij. En heel vaak was dat ook wel vanuit een idee van, soms vanuit een geweldloos idee. Ja, een soort het oorspronkelijke christelijke gedachtegoed, wat je daar voor de rest ook precies van mag vinden. Maar er zijn natuurlijk mensen die inspiratie halen uit de Bijbel, uit bepaalde boodschappen uit de Bijbel, en die daarin een belangrijke rol voor zichzelf zagen weggelegd om ook het gewone volk te verheffen, sociaal te bevrijden. Dat is in Friesland, zeker in het christendom was, protestantisme is vrij sterk daar. Is dat toch ook een manier om delen van de bevolking te bereiken die anders niet zo makkelijk voor een socialistische boodschap te bereiken zouden zijn.
Oké. Bijvoorbeeld Leende te Baan. Dat was iemand, een dominee uit Oenkerk. Die ook speelde een belangrijke rol bij het dienstweigeringsmanifest tijdens de Eerste Wereldoorlog. En zijn vrouw was een belangrijke vrouw in de Communistische Partij in Friesland. Dus de een was lid van de Bond van Christensocialisten. En de ander was lid van de SDP, de voorloop van de CPN. En in de Tweede Kamer was er trouwens een tijdje lang een revolutionaire kamerfractie, zo noemde hij zichzelf ook. En die bestond uit één iemand van de Socialistische Partij, twee mensen van de Communistische Partij en één iemand van de Bond van Christensocialisten. Dus op 100 zetels zaten er 4 revolutionairen in de Kamer, die zichzelf ook revolutionair noemden. Ik denk dat onder de huidige 150 parlementariërs er wellicht geen enkele zit die zichzelf revolutionair noemt. Dus dat is toch een heel andere situatie. Helder. Terugkomend op de reden voor het boek. Je beschrijft de periode 1907 tot 1935. Dus zeg maar vanaf de laatste 10 jaar zo'n beetje van Nieuwenhuis tot aan een hele tijd daarna. Waarom deze periode? Waarom niet bijvoorbeeld het leven van Nieuwenhuis zelf? Die periode. Nou ja, kijk, over dominee Nieuwenhuis, daar zijn natuurlijk al enkele biografieën verschenen. Ik heb altijd het idee van als iemand anders dat al gedaan heeft, dan moet je wel een heel andere invalshoek kiezen om dat nog eens een keer dunnetjes over te doen. En ik had het idee van deze periode die ik gekozen heb en die groepen die ik daarin wil beschrijven, daar heeft niemand anders heeft dat nog gedaan. En in die zin is het ook een mooie aanvulling op dat andere boek van die auteur Chris Beuker. Die heeft dat boek geschreven van 1925 tot eind van de Tweede Wereldoorlog. En als je die twee boeken naast elkaar legt, dan heb je eigenlijk ook een mooi overzicht van de radicale beweging in Friesland van, laten we zeggen, eind 19e eeuw tot eind van de Tweede Wereldoorlog. En ook hij besteedt trouwens, hij komt uit een communistische traditie, maar hij geeft ook wel aandacht aan mensen uit de RSCP-hoek en hij geeft ook aandacht aan de anarchisten, wat zij in het verzet hebben gedaan. En is dus niet zo eenkennig om dat volledig opzij te schuiven. Dus dat is heel, dat heeft hij heel mooi gedaan. En nogmaals, die twee boeken bij elkaar, dat geeft een mooi overzicht over een beweging die in Friesland degelijk zijn sporen heeft nagelaten. Want het blijft dus grotendeels beperkt, zo gezegd, tot Friesland. Wat is de impact van Nieuwenhuis geweest buiten Friesland? Of is het echt een Fries fenomeen? Nee, dominee Nieuwenhuis is natuurlijk. Kijk, hij heeft lange tijd op het einde van zijn leven woonde hij in Hilversum. Hmm. Maar hij heeft natuurlijk ook heel lang heeft die redactie gevoerd van de Vrije Socialist, het blad. En dat zat, de redactie daarvan was in Amsterdam gevestigd. Dus je kunt niet van dominee Nieuwenhuis zeggen dat hij uitsluitend in Friesland zijn aanhang vond. Hij was heel populair. Bijvoorbeeld, ik heb laatst er nog wat over uitgezocht, opnieuw over gelezen. Maar bij zijn uitvaart in november 1919, daar komen echt duizenden mensen op af in Amsterdam. Uit het hele land. Van de meest van sociaal-democratische huizen, van verschillende vakbonden, van revolutionaire organisaties, van vrouwenorganisaties, je kunt het zo gek niet bedenken. Die komen daar naartoe om die baar, die dan gedragen wordt door dokwerkers, om die om daar getuige van te zijn. Dus dat zegt wel iets over hoe populair hij was. En kijk, in het Fries heet hij Us Verlosser, onze verlosser. Maar voor veel mensen in de rest van het land was hij ook een verlosser voor ze. En niet zozeer omdat hij het voor ze zou doen, maar vooral ook omdat hij probeerde mensen aan te zetten om het zelf ook te doen. En ik denk dat als het gaat om het gedachtegoed van dominee Nieuwenhuis, dat was toch eentje heel erg van zelfemancipatie. En ik denk dat dat een boodschap is waar je alleen maar van harte kunt ondersteunen. Namelijk niet ik doe het voor jullie, maar nee, we moeten het samen doen en ik kan daar een rol in spelen. En dat heeft dus dat heeft ertoe geleid dat hij in de arbeiderswerking uitermate populair is geraakt. En toen hij overleed, ook in het blad van de Communistische Partij. Kijk,
de communistische partij had natuurlijk, en zeker op het einde van zijn leven, Domela was duidelijk anarchist geworden. Had ook heel veel kritiek op hoe het in Rusland al ging. Maar desondanks was men zich ervan bewust van, ja, men was schatplichtig aan deze figuur, wat hij allemaal gerealiseerd had en wat hij had betekend voor mensen die in beweging waren gekomen. Dus dat konden ze alleen maar onderschrijven. En dat hebben ze ook heel mooi gedaan in de tribune in het blad van de Communistische Partij. Goed, dat maakt meteen een mooi bruggetje. Ik ga trouwens niet alleen over Friesland, wou ik nog zeggen. Want ik probeer ook nog wat dingen te zeggen over in de Friese, in Leeuwarden, in de gevangenis zaten ook een aantal mensen die als matroos en als soldaat in Nederlands-Indië hadden gediend. En daar betrokken waren geweest bij antikoloniale strijd. En ook soldaten en matrozenraden hadden opgericht. En die zaten in Friesland in de gevangenis. En er werd ook in Leeuwarden. En er werd geprobeerd solidariteit te organiseren van buiten met deze mensen in de gevangenis. En verder, we hadden het over Domen Nieuwhuis. Eigenlijk is Domen Nieuwhuis de eerste, eerder dan de Communistische Partij, die leus van Indië, los van Holland. En ook die hele kwestie van dat de koloniën onafhankelijk gemaakt moesten worden. Die heeft dat op de kaart gezet. En dat is een belangrijke. De credits, die moet je hem echt wel geven. En ook overigens, die Internationaal Antimilitaristische Vereniging had ook dat standpunt van Indië, los van Holland. Dus dat is toch wel mooi dat eigenlijk meerdere, en in het moederland zelf, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk in solidariteit uiteraard met de mensen in het huidige Indonesië zelf. Je noemde net de tribune, het blad van de CPN destijds. Dat is een mooi bruggetje naar nu. Want je bent dus, als historicus heb je inmiddels toch een 6-7 boeken geschreven over de Nederlandse arbeidersbeweging. Dus je bent inmiddels wel gevestigd, ook als historicus misschien. Een vraag om mee af te sluiten is misschien wel, wat zijn de lessen voor vandaag? Je bent zelf ook lid van de SP. Wat zouden wij daar als partijleden van aan kunnen trekken van Nieuwhuis en zijn radicalisme of zijn standpunt? Of misschien van de erfgenaam inderdaad, waar het boek dan over gaat? Ik denk dat het, kijk, je moet van de geschiedenis kun je heel veel dingen leren. En het is natuurlijk nooit zo dat je dat precies weer moet toepassen in de huidige omstandigheden. Maar ervan leren betekent ook dat je in nieuwe omstandigheden die zich voordoen en je voordeel mee kunt doen. Wat mij opviel bijvoorbeeld in dit boek, in dit onderzoek, is dat socialisten van verschillende pluimage wel in staat waren om op bepaalde momenten, ook bijvoorbeeld tijdens de grote staking tegen de werkverschaffing in 1925... zie je dat anarchisten, antimilitaristen, communisten, dat die en ook sociaaldemocraten, dat die tegen hun eigen partijleiding in, maar dat die in staat zijn om samen te werken voor een bepaald doel. En ik denk, en dan moet je ook bij voorstellen dat dat op lokaal vlak, men komt elkaar ook tegen. Dus je kunt wel zeggen van, ja, jij hebt een verkeerd standpunt. Maar goed, je staat wel in dezelfde winkel of je moet naar hetzelfde bedrijf. En ik denk dat daar, men wist dus ook wel die, men wist gezamenlijk te strijden en ook gezamenlijk te debatteren. En ook, laten we zeggen, polemisch de strijd aan te gaan. Maar tegelijkertijd, ik denk ik wel dat ze, laten we ze in meer hedendaagse woorden, de hoofdvijand bleef men wel in het vizier houden. En ik denk dat dat een belangrijke les is. En wat ook een belangrijke les is, is dat zij niet alleen strijd voerden, maar ze probeerden ook op het gebied van cultuur, door middel van toneelgezelschappen, muziekgezelschappen, onderricht, cursussen en dergelijke, probeerde men ook de eigen mensen te verheffen en ook een tehuis te bieden naast het werk. En ik denk dat naast het werk en naast de kroeg, want dat is ook belangrijk. En ik denk dat dat ook iets is wat waar we goed over na moeten denken van hoe wij, laten we zeggen, veel van de klassieke socialistische infrastructuur is weg.
De specifieke clubs, de specifieke organisatie, de omroep. En ik zeg niet per se dat het allemaal terug moet komen, maar het gaat wel om van, het gaf wel een netwerk, een structuur en het gaf steun aan mensen en het bood een tehuis. En ik denk dat het nu ook belangrijk is om op een of andere manier datzelfde tehuis te bieden, datzelfde gevoel te bieden, opdat mensen gezamenlijk kunnen strijden, maar ook gezamenlijk plezier kunnen hebben. En ik denk dat plezier hebben en samen strijden, dat een hele mooie combinatie is waar wij met z'n allen nog heel veel verder mee zouden kunnen komen. Domela als boegbeeld voor een nieuwe partijbeweging. Nou, dat is een mooie afsluiter. even erbij pakken. In het spoor van Domela Nieuwenhuis, vroeg communisme en radicaal socialisme in Friesland tussen 1907 en 1935. En elke boekhandel niet te koop voor €19,90. Net geen €20. Goed, hey, bedankt Ron. En een fijne avond nog. Jij ook, dank je.